ik heb een ECU-storing. Tellers zijn uit. Maar mijn begrenzer ook. Beetje gas erbij. Hoppatee. Gaat lekker hoor. Nou, mijn ECU is dus kapot. En ECU staat voor Electronic Control Unit. En dat houdt dus in dat alle elektronica rondom de motor, weet ik veel wat allemaal, dat werkt nu dus niet meer. Dus de toerenteller doet het niet meer, de kilometerteller doet het niet meer, snelheidsmeter niet, oliedruk, temperatuur. Ik kan niks meer zien in het dashboard. Helemaal niks. Alle kusten vind ik nog, maar cruise control doet het ook niet. Maar het enige leuke is dus dat ook mijn begrenzer niet werkt, want hij geeft 0 km per uur aan op het dashboard. En hij weet dus gewoon niet hoe hard we rijden, dus ik ken hem gewoon vol ras. Ja, dat is. Nou, ik zal nog even demonstreren hoe zo'n kapotte ECU werkt. Even een plank gas. Bye. Hoppatee. Ik was vanochtend dus onderweg naar Ochten doen. Dus een beetje te hoog. Van Rijnbach kreeg ik ineens die storing erin. En in Ochten doen. Maar even de garage gebeld. Ja, die geloofde niet dat die kapot was, want hij is al een keer vervangen. Dus alle computers zijn geloof ik inmiddels al een keer vervangen. En die dingen zijn duur, dus die was niet blij. Dus toen moest ik eerst even kijken of de relais nog goed waren. En een paar zekeringen nakijken, nou dat was het niet. Nou, toen kwam de servicebus van Scania uit Koblenz. Die kwam naar me toe. Nou, die kon me ook niet helpen, want die had natuurlijk weer geen ECU bij hem en ze hadden hem ook niet op voorraad. Toen heeft hij iets in die computer ingesteld dat ik in ieder geval kan rijden nog. Tenminste, ik kan blijven rijden, want hij was in de ochtend toen na het lossen dus ook echt gestopt. Dus ik ben blij dat ik voor het lossen al gebeld had. En nu staat er wat Duitse teksten in het display. En eigenlijk gewoon hetzelfde als wat er al stond. Die ECU-storing geeft, maar dan in het Duits nu. En daarmee kan ik dus naar Nederland toe rijden. En ik heb net geladen in Maastricht. En die ga ik morgen lossen in Roosendaal. En dan kan ik morgenochtend om 8 uur heb ik bij de Scania in Roosendaal een afspraak om die ECU te vervangen. Nou, ik zit nu in het busje naar huis. Wat ik eigenlijk al dacht, het is niet de ECU. Ja goed, daar gaf ECU-storing, zou zeggen, ECU vervangen en klaar. Maar nee, het
zit wat ingewikkelder. Ze hebben een flinke dag nodig om uit te zoeken wat het nou wel is. Als je ECU echt kapot is, dan doet hij echt niks meer. Dan valt hij gewoon uit, dan valt die auto gewoon stil tijdens het rijden. Daarom wouden ze gisteren ook al niet gokken om door te rijden. En daarom hebben ze toch maar voor gekozen om de Scania Assistant naar me toe te sturen in Duitsland. Ja, die had wat dingen omzeild zodat ik er nog mee door kon rijden. Ik kon er sowieso nog mee doorrijden, maar ik kreeg wat andere meldingen erbij. Die heeft hij uitgeschakeld en toen kon ik weer rijden. Als het goed is, ze hopen hem vandaag af te krijgen dat ik hem morgenochtend weer op kan halen. En dat ik dan morgen vanaf Roosendaal mijn werk weer kan hervatten. Maar ik zal het zien. Ze wouden in ieder geval voor morgenmiddag 5 uur het busje terug hebben. Ik zeg, nou dat moet wel lukken toch? Ik zeg, dat hebben jullie zelf in de hand. Nou, het is weer een dag verder. Ik heb mijn auto weer opgehaald zoals je ziet. Het was de elektronica van de luchtdroger. Blijkbaar. Er schijnt nog een deel elektronica printplaat aan de luchtdroger vast te zitten. En die scheen nogal storingen te veroorzaken op de ECU. Daar had het dus mee te maken. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Even abonneren. Oh, en wat ook leuk is, we hebben sinds kort een Instagram pagina. Die worden door mij en Tim bijgehouden. We zetten af en toe wat fotootjes op, wat mededelingen of weet ik veel wat. Wil je een persoonlijk bericht sturen? Kan dat ook. Ga dan even naar Mikey's Garage op Instagram. Tot de volgende. Joe, hoi. Oh ja. En vergeet niet op die abonneerknop te klikken. Het is gratis.